Goedemorgen allemaal, we zijn er weer. De vierde week al, dus het gaat nog best wel rap. Jullie zijn nu ook bezig om heel veel online te werken. Dat kan ik allemaal in de gaten houden. Soms werkt de site niet goed genoeg. Dan is het of heel langzaam of hij laat ze niet. En dat komt er gewoon door omdat er zoveel kinderen in Nederland daar nu op zitten dat hij soms heel erg traag gaat werken. Dus kom je er niet in, wacht eventjes, werk het wat later. Wacht eventjes, komt vanzelf wel goed. Ik blijf deze vlogs wel maken. Ik beloof niet dat het elke dag erop komt. Want het ligt eraan hoe het loopt, hoe druk ik het heb om vragen te beantwoorden en zo. Vandaag hebben we weer een leuk filmpje van gekke oma Henk. Voorlezen, we hebben Grey of the Day. En we hebben een leuke sportchallenge. Dus laten we maar beginnen met Grey of the Day. De hint was 150 stoelen. Nou, waar gaat het over? Het gaat over de Tweede Kamer. En daar hebben we al een paar keer wat over verteld, over de Tweede Kamer. De Tweede Kamer der Staten-Generaal. En vaak noemen ze dat gewoon alleen de Tweede Kamer. Die vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal. Dus dat zijn de landsvertegenwoordigers van Nederland. De Tweede Kamer vindt zich in Den Haag, op het Binnenhof. En de eerste zitting was op 21 september in 1815. Nou, de Tweede Kamer is belangrijker dan de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer maakt ze beslissingen over Nederland. Wat gaan we doen, wat gaan we niet doen? Wetten daar, wetten daar. En als zij dan uiteindelijk een plan hebben bedacht of een wet hebben gemaakt, dan moet die eerst doorgestuurd worden naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer die gaat hen dan controleren om te kijken van oké, klopt dit, zijn we het er ook mee eens? En pas als dat goed is, gaat het weer terug naar de Tweede Kamer. Er zitten 150 leden in de Tweede Kamer. Zij heten Tweede Kamerleden of ze heten volksvertegenwoordigers. Het zijn andere namen, maar wel dezelfde betekenis. En de Kamerleden die zijn verspreid over verschillende politieke partijen. Nou, politieke partijen zijn groepen mensen die over hetzelfde denken. Dus je hebt christelijke partijen, die dan vaak ook met het geloof wat hebben. Liberale partijen. Liberaal is een duurder woord voor vrije partijen. Dus die wat meer vrijheid willen. En je hebt nog heel veel andere soorten partijen. Je hebt bijvoorbeeld de VVD, de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks, D66, SGP, Volk voor Democratie, PVV, DENK, nou ja. Er zijn ontzettend veel verschillende partijen met allemaal hun eigen standpunten. Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen. En met die verkiezingen dan kunnen wij, als je 18 jaar of ouder bent, kan je stemmen. En dan stem je op de partij die voor jou het beste past, bij jou het beste past. Of waar jij de meeste ideeën mee deelt. Nou, iedereen gaat stemmen en wie uiteindelijk met de meeste stemmen komt, die mag gaan beslissen met wie ze gaan samenwerken. Want je moet, als je in het kabinet wil, dus dat betekent de regering, dus nu wat we met Mark Rutte hebben en zo, die moet op aan 76 zetels komen. Nou, zetels betekent de stoelen, eigenlijk. Dus op het moment als ze aan 76 zetels komen, betekent dat ze een kamermeerderheid hebben. De helft is 75, 76 is net eentje meer. Dus dat is belangrijk, dat als ze willen regeren, dat ze 76 zetels in totaal hebben. Dus als de VVD bijvoorbeeld 35 zetels hebt, moeten ze ervoor zorgen dat ze ook andere partijen vragen van willen jullie met ons samenwerken? Omdat we dan een meerderheid aan stemmen hebben. Dus wij hebben nu een kabinet en dat is VVD, dat is de ChristenUnie, dat is de CDA en D66. Die vier partijen die zijn gaan samenwerken in het kabinet om zo een meerderheid in de Kamer te hebben. Nou. Wat zijn de taken van de Tweede Kamer, van die mensen die daar werken? Ze maken wetten en ze nemen wetten aan. Ook is het belangrijk dat de Tweede Kamer de regering controleert. En de regering is dus het kabinet, dus Mark Rutte met al die ministers. Zij maken beslissingen, zij doen handelingen, ze maken begrotingen.
En de Tweede Kamer die gaat controleren of zij dat goed doen, of ze fouten maken, of ze iets over het hoofd hebben gezien. En die geven daar feedback op. Dus die gaan dan met elkaar in discussie, in een debat. En dat zie je soms op televisie. Dan gaan ze praten over bepaalde onderwerpen, waar ze het wel mee eens zijn of niet mee eens zijn. En hoe zij dan zien hoe het eigenlijk hoort. Wat ik al zei, ook met verkiezingen. Elke 4 jaar heb je de kans om een nieuwe president te kiezen, minister-president. Of niet, en dan stem je op dezelfde. Dat ligt aan jou. Nou, om de 4 jaar wordt er ook een zetelverdeling uitgekozen. Dus op de manier hoe de mensen in die Tweede Kamer gaan zitten. Uiteindelijk heb je dan 150 stoelen die gevuld moeten worden. En aan de hand van hoeveel stemmen elke partij krijgt, wordt er gekeken van, nou, zoveel mensen hebben gestemd, zoveel procent stemt daarvoor, zoveel procent, zoveel procent, zoveel procent. En dan gaan ze kijken, oké, dan heeft die zoveel stoelen of zetels, die zoveel en die zoveel. En zo wordt die Tweede Kamer eigenlijk georganiseerd. Vergeet ik nog wat? Nee. Ik heb zo nog een leuk filmpje over de Tweede Kamer, dat je kan zien nog eventjes kort waar het precies over gaat. En we gaan natuurlijk door naar de hint voor aanstaande vrijdag. Op het stembiljet van de Tweede Kamerverkiezingen vind je honderden namen die allemaal hopen op een plekje in die mooie kamer in Den Haag. Als de stembus geleegd is, zijn er 150 zetels te verdelen. En de politici die voor dezelfde partij in de kamer komen te zitten, noemen we een fractie. Met aan het hoofd een fractievoorzitter. En die zit vooraan, goed zichtbaar, voor de camera's. Als een minister een nieuwe wet wil invoeren, dan moet een meerderheid van de Kamer daarvoor zijn. Het wetsvoorstel wordt eerst in een klein zaaltje besproken door de Kamerleden die verstand van het onderwerp denken te hebben. Pas als zij eruit zijn, wordt er over gestemd in de plenaire zaal. Die zaal komt ook in beeld bij politiek gevoelige kwesties. De Kamerleden hebben namelijk ook als taak de regering te controleren. Dus als een minister de boel niet op orde heeft, moet hij naar de Kamer komen. En dan is het maar te hopen dat hij er ook weer levend uitkomt. Ook binnen de partijen zelf is er trouwens vaak een hoop politiek gekonkel. De camera's komen in actie als er frictie is in een fractie. En dan wordt die Kamer pas echt een attractie. De hint voor aanstaande vrijdag is de jongen uit Vlissingen. Dus denk erover na wat het zou kunnen zijn. En dan kom ik daar vrijdag bij je op terug. Dan gaan we nu eerst door naar een verhaaltje van gekke ome Henk. Wat heb ome Henk hier? Kijk nou eens even. Kijk nou eens even. Hallo jongens en meisjes, daar heb je ome Henk en de koningsbroekjes. Wat zal hij toch vandaag weer gaan vertellen? Het zal over dieren gaan, daar weet hij heel veel van. En vandaag ga ik het eens hebben over vlinders. Want die migreren natuurlijk ook. En wel de monarchvlinder. He, en dat is ook wel in het Latijn heet hij Danaus flexipus en hij is van de familie van de Nymphalidae. En dan zou je zeggen, oh ome Henk, hoe weet je dat toch allemaal? Ik had het gewoon op de achterkant gezeten. Zo makkelijk is dat, hè? Kijk, dan laat je het zo zien aan de mensen en dan zeg je, oh, is dat die familie van de Funaliae? Oh, daar zie je. Goed, daar gaan we. Hees, fladderen tussen de bladeren. Hoog in een bergbos in Mexico danst de hele lucht van vlinders. Een confetti van perzikkleurige vleugeltjes fladdert door het winterse zonlicht. Duizend anderen zitten op de takken van de Oyamelsparren. Het is echt onmogelijk om ze te tellen, want het zijn er, Kees, miljoenen. Deze schitterende vlinders
worden monarren genoemd. Ieder jaar komen ze samen om de winter door te brengen in een paar bijzondere Mexicaanse bossen. Om daar te komen vliegen ze helemaal vanuit de Verenigde Staten, waar ze uit rupsen zijn ontwikkeld. Sommigen zijn zelfs helemaal uit Canada komen vliegen. Een afstand van meer dan 5000 kilometer. In de winter wordt het in het noorden van de Verenigde Staten en Canada erg koud. En daarom trekken de monarchen naar het zuiden. In deze Mexicaanse bergen vinden ze een veilige plek om te rusten. Ze kruipen lekker dicht op elkaar. Kom eens hier. Ze kruipen lekker dicht op elkaar. Hè? Om warm te blijven en energie te sparen. Maar een kleine verstoring kan al duizenden opdoen fladderen. In de lente leggen de vlinders hun eitjes. De nieuwe monarchen migreren dan naar het noorden en leggen onderweg ook eitjes. Tegen juni, wanneer drie generaties monarchen zijn uitgekomen, eitjes hebben gelegd en zijn gestorven, komt de vierde generatie aan in het noordelijke zomerhuis. Deze. Ik heb niet meer. Het is op. Het is op. Dan komt de vierde generatie aan het noordelijke zomerhuis. Deze monarchen leven het langst. Eind september beginnen zij aan hun lange migratie zuidwaarts naar Mexico. En daar leggen zij in de lente hun eitjes en sterven. Migrerende monarchen kunnen wel 100 kilometer per dag reizen, Kees. Ja, jongens. En ze maken gebruik van sterke luchtstromingen om hen vooruit te helpen. Dat is een ongelofelijke reis voor een insect dat minder weegt dan een paperclip. Minder dan een paperclip. Ongelooflijk. Nee, dat is een paperclip. Dat is niet voor jou, Kees. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de vlinders hun weg kunnen vinden naar een verborgen bos duizenden kilometers ver weg, dat ze eigenlijk nog nooit eerder hebben gezien. Ja. Nou, dat was de monarch, vlinderjongens. Ik weet niet welke week het inmiddels is. Dus ik zeg nog steeds lekker binnen blijven, lief zijn voor elkaar, handen wassen en afstand houden. Ja, als je naar huis dieren hoeft dat niet, dus dat is altijd wel fijn. Oké, dag! Beste kindertjes uit groep 7 van de Pionieren Rotterdam. Nou ja, zoals jullie zien is het Royce in Drenthe. Jullie kennen mij onder meer van Feyenoord, Real Madrid en Sparta uiteraard. Ik heb gehoord dat er bij jullie in de klas heel veel Feyenoord fans zitten. En ook Sparta fans. Dus vandaar dat jullie ook een challenge van mijn kant uit krijgen. Wat jullie moeten doen. Jullie moeten naar YouTube gaan. En gaan kijken wat mijn mooiste goal vanuit mijn carrière was. Heb je die gevonden? Doe dat dan na. Maak er een filmpje van en stuur dat dan naar meester Quinn. Ja, bij deze. Het gaat jullie goed in deze tijd en pas goed op jullie zelf. Royce van Drenthe. De challenge die Royce van Drenthe jullie heeft gegeven, geldt tot aanstaande vrijdag. Dus daar heb je de hele week de tijd voor om die te doen. Het is niet verplicht natuurlijk, het is wel leuk om te doen. En stuur hem dan naar me op, dan zet ik hem bij de rest van de bestanden. En dan kunnen we, als we weer lekker terug in de klas zitten, kunnen we met elkaar kunnen we de gekke foto's en de filmpjes kijken. Dan gaan we nu eerst nog een stukje van Harry Potter luisteren. Beneden hoorde hij Dirk tegen zijn moeder blaren. Ik wil hem daar niet. Ik heb die kamer nodig. Zeg dat hij weg moet. Harry zuchtte. Ging languit op zijn bed liggen. Gisteren had hij alles willen geven om deze kamer te krijgen. Maar nu had hij veel liever in zijn kast gezeten met die brief dan zonder hierboven. De volgende ochtend heerste er een ongewone stilte aan de ontbijttafel. Dirk verkeerde in een shocktoestand. Hij had gegild en gekrijsd en zijn vader geslagen met een stok, expres overgegeven en zijn moeder geschopt. En zijn schildpad door het glas van de serre gegooid. En hij had zijn kamer nog niet terug.
Harry dacht aan gisterochtend en wenste vurig dat hij die brief in de hal had opengemaakt. Oom Herman en tante Petunia wierpen elkaar steeds duistere blikken toe. Toen de post kwam, zei oom Herman, die blijkbaar zijn best deed om aardig te doen tegen Harry, dat Dirk die moest halen. Ze hoorden hem met de stok op allerlei dingen in de gang slaan. En toen riep hij, er is er weer een, de heer H. Potter, de kleinste slaapkamer, Ligustenlaan 4. Met een gesmoorde kreet sprong oom Herman overeind en rende naar de hal, met Harry op zijn hielen. Oom Herman moest Dirk op de grond gooien om de brief te kunnen afpakken, wat bemoeilijk werd door het feit dat Harry hem van achter bij zijn nek had gegrepen. Na veel onoverzichtelijk geworstel, waarbij iedereen een hoop klappen kreeg van de stok, kwam oom Herman uiteindelijk hijgend overeind, met Harry's brief in zijn hand. Ga naar je kamer, zei hij almachtig tegen Harry. Dirk, ga gewoon weg. Harry ijsbeerde door zijn nieuwe kamer. Iemand wist dat hij niet meer in die bedroomkast woonde. En blijkbaar ook dat hij die eerste brief niet had ontvangen. Dat betekent toch dat ze hem opnieuw zouden proberen. En deze keer zou hij zorgen dat het niet misliep. Hij had een plan. De volgende ochtend om 6:00 ging de gerepareerde wekker. En Harry zette hem snel uit, kleedde zich geruisloos aan, want hij wilde de duffelings niet wakker maken. Zonder het licht aan te doen, sloop hij de trap af. Hij was van plan om de postbode op de hoek van de Ligustenlaan op te wachten en om brieven van nummer 4 te vragen. Met bonzend hart liep hij voorzichtig door de donkere gang naar de voordeur. Auw! Harry sprong naast, haast een meter de lucht in. Hij was op iets groots en sponsigs getrapt, iets wat op de deurmat lag, iets levens. Boven ging het licht aan en Harry zag tot zijn afschuw dat dat grote sponsige ding het gezicht van oom Herman was. Oom Herman had in een slaapzak voor de deur gelegen, overduidelijk met de bedoeling om Harry's plannetje te dwarsbomen. Hij voeterde Harry een half uur lang uit en zei dat hij de thee moest gaan zetten. Harry schokte ellendig en verslagen naar de keuken en zette tegen de tijd dat hij terugkwam, was de post al geweest en oom Herman letterlijk in de schoot geworpen. Harry zag 3 brieven, die stuk voor stuk in groene inkt geadresseerd waren. Ik wil, begon hij, maar oom Herman scheurde de brieven voor zijn ogen in piepkleine stukjes. Oom Herman ging die dag niet naar zijn werk. Hij bleef thuis en hij spijkerde de brievenbus dicht. Kijk, legde hij tante Petunia uit met zijn mond vol spijkers. Als die brieven niet kunnen bezorgen, geven ze het heus wel op. Ik weet niet of dat wel werkt, Herman. Oh, die lui hebben rare kronkels in hun heup, Petunia. Ze denken niet zoals jij en ik, zei oom Herman, die een spijker probeerde te slaan met de plakkeek die tante Petunia net had gebracht. Op vrijdag arriveerden er niet minder dan 12 brieven voor Harry. En omdat ze niet door de brieven beskonden, waren ze gewoon onder de deur geschoven. En langs het kozijn? En waren zelfs een paar door het raampje van het toilet op de benedenverdieping gefrommeld. Oom Herman bleef opnieuw thuis. Na alle brieven te hebben verbrand, pakte hij zijn hamer en spijkers weer en spijkerde de spleten langs de voor- en achterdeur dicht, zodat niemand het huis nog in of uit kon. Terwijl hij hamerde, neurderde hij een eigen huis en schrok hij van plotselinge geluidjes. Op zaterdag begon de boel echt uit de hand te lopen. Er bleken 24 brieven voor Harry naar binnen te zijn gesmokkeld, opgerold en verborgen in elk van de 2 dozijn eieren die de stom verbaasde melkboer door het raam van de woonkamer aan tante Petunia had gegeven. Terwijl oom Herman woedend met het postkantoor en de melkcentrale belde, in een poging iemand te vinden om tegen te klagen, versnipperde tante Petunia de brief in de keukenmachine. Wie wil in vredesnaam zo dolgraag in contact komen met je? Vroeg Dirk verbijsterd aan Harry. Toen oom Herman zondag aan de ontbijttafel plaatsnam, leek hij weliswaar moe en afgetopt, maar ook gelukkig. Op zondag wordt er geen post bezorgd, zei hij, blij terwijl hij jam op de krant smeerde. Eindelijk verlost van die verdomde brieven. Hij had het nog niet gezegd of er kwam iets uit de schoorsteen dat met een klap tegen zijn achterhoofd ketste. En het volgende moment vlogen er wel 30 of 40 brieven als kogels uit de haard. De duffelings doken weg, maar Harry sprong op en probeerde er eentje te grijpen. Eruit! Eruit! Oom Herman greep Harry bij zijn middel en smeet hem de gang op. Toen tante Petunia en Dirk ook naar buiten waren gehold, met een armen voor hun gezicht, trok oom Herman de keukendeur met een klap dicht. Binnen hoorden ze nog steeds brieven de kamer inzeilen en tegen de muren en de vloeren ketsen.
Dit was de laatste druppel zijn om Herman, die kalm probeerde te blijven, maar tegelijkertijd grote plukken haar uit zijn snor trok. Ik wil dat jullie op jullie 5 minuten klaarstaan, we gaan weg. Pak alleen wat kleren in en geen tegenspraak. Hij zag er zo gevaarlijk uit met zijn halve snor, dat niemand durfde te protesteren. En 10 minuten later hadden ze de dichtgespijkerde deur opengevrikt en scheurden ze richting de snelweg. Yes, nou dat was hem weer voor vandaag. Succes met de challenge, maar ook gewoon met het werken thuis. Stuur echt mijn berichtjes op het moment als je dingen lastig vindt. Dan kan ik samen met jullie eventjes kijken hoe we dat het beste kunnen oplossen. Ik ben super trots op jullie. Ga zo door. En samen lukt het ons. En dan zie ik jullie van de week weer een keertje met een vlog. Ik probeer het morgen te doen. Maar morgen moet ik weer naar school toe om... op te vangen. Dus ik weet niet zeker, ik kan niet beloven dat hij morgen sowieso komt. En anders komt hij de woensdag sowieso wel. Yes, succes. Doei doeg!